Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 14 februari van Weerplaza. Het was vandaag een zonnige Valentijnsdag onder invloed van een hoogdrukgebied boven het noorden van Duitsland. Het gaat echter veranderen, want de storing ligt al boven Engeland en het westen van Frankrijk klaar. En die trekt vanavond en vannacht over ons land. Dat laat ook de bewegende beelden van de weercomputer zien. Vannacht gaat het regenen of sneeuwen. En morgen draait de stroming naar het westen en knapt het weer op. En vrijdag hebben we dan weer een hoge drukgebied in onze omgeving. Maar vanavond en vannacht dan raakt het bewolkt. En in Zeeland gaat het later vanavond regenen. De temperatuur daalt vanavond al tot rond het vriespunt in het oosten van het land. En daardoor kan de neerslag in eerste instantie in het midden en oosten van het land in de vorm van natte sneeuw vallen. Later uh, vannacht is dus kans op gladheid door sneeuw. Er kan zo'n 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen. In met name de noordoostelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Utrecht en ook Gelderland is kans op sneeuw. Maar de sneeuw gaat in de loop van de nacht en morgenochtend over in regen. En morgen is het dan bewolkt en regenachtig in de ochtenduren. In de loop van de dag klaart het van het westen uit op en wordt het vaker droog. En in het westen is mogelijk later op de dag de zon even te zien. In het oosten blijft het echter vaker bewolkt en valt nog een enkele vooral in de middag en avond. En het wordt 4 tot 9 of 8 graden in het zuiden van het land. En de wind draait geleidelijk aan naar het zuidwesten en neemt dan af. Dan hebben we vrijdag en zaterdag droog weer. Het ziet er weer aardig uit met geregeld zonneschijn. Het wordt in de middag 6 tot 8 graden en dat is vrij zacht voor de tijd van het jaar. En het waait niet al te hard vanuit het zuidwesten, hooguit de windkracht 4 tot 5 aan zee. Zondag verloopt weer bewolkt met soms wat regen, maar de temperatuur blijft aan de zachte kant. Ik ben Diana Woy van Weerplaza.